Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In deze aflevering praten we met dominee Michael Stewart over zijn pensionering bij het ministerie van Defensie. Hij heeft 25 jaar lang gediend als dominee van het leger. En we praten met hem over zijn ervaringen, maar ook zijn adviezen aan de manschappen en de leiding van het leger. Kijkt u mee. Goedendag, dominee Stewart. Ja. Welkom bij ons programma In Gesprek Met. We praten vandaag over uw pensionering bij het ministerie van Defensie. U heeft 25 jaar gediend als dominee van het leger. Kunt u ons vertellen hoe uw loopbaan is geweest? Ja, goedendag. Dankjewel voor de gelegenheid mij geboden om in gesprek te gaan met jullie over mijn pensionering. Ik ben in 1999 in dienst gegaan bij Defensie en moest dan een elementaire algemene opleiding volgen om eigenlijk de transformatie te maken van burger naar militair. Maar ik ben als predikant in dienst gegaan bij het leger. En mijn eerste rang was kapitein. Ik ben in de rang van kapitein in het leger gekomen en heb in die vanaf 1999 dan een doorgroei gemaakt voor wat betreft mijn bevorderingen. Ik ben na 8 jaar majoor geworden in het leger. Terwijl ik daar in het leger was, ben ik gaan doctoreren in de counseling. Ik heb dus dan een doctorsgraad gehaald in counseling. Begeleiden van mensen om eigenlijk mijn werk een beetje beter te doen. En op basis daarvan ben ik dus ook bevorderd in 2016 was dat. 2016, ja, tot luitenant-kolonel. Dat is dus de rang waarmee ik nu eruit ga stappen. En in die periode heb ik dus een heleboel militairen gevormd. Militairen die nu in hoge posities zijn zelf, heb ik dus ook een bijdrage geleverd aan hun geestelijke vorming toen zij op EAO daar kwamen. En eigenlijk allemaal die onder de 25 jaar in dienst zijn, die zijn door ook mijn vorming gegaan om in ieder geval een stukje, een bijdrage te leveren aan hun geestelijke stabiliteit binnenin de organisatie. Ja. Op een gegeven moment werd ik dus ook hoofdpersoneelszorg en daar moest ik dus gewoon leiding geven aan alle diensten binnen die organisatie die te maken hadden met zorg van de militairen, hun welzijn, maatschappelijke zorg enzovoort enzovoort. Ja. Laten we dat zo zeggen. Ja, dan ben ik nieuwsgierig. Waarom was er een geestelijke nodig in de militaire organisatie? Ja, we zullen niet zeggen was. Waarom is er een geestelijke nodig? Over de hele wereld zijn er geestelijke verzorgers binnen de militaire organisatie. Om het simpele feit dat militaire mensen zijn die grote offers brengen. Zelfs het ultieme offer brengen om de veiligheid van de natie te garanderen, dat we die vrijheid mogen behouden die we hebben enzovoort. En terwijl die man militair wordt, loopt hij de kans dat hij wat beschadigingen kan oplopen op het stuk van fysieke beschadiging. Er zijn militairen in het leger die rondlopen met één oog of zijn verminkt om een of andere reden. Binnenlandse oorlog enzovoort. En emotionele schade kunnen ze ook oplopen, mentale en geestelijke schade. En als dat gebeurd is, en omdat die kans groot is, moet je toch wel iemand hebben die deze mensen kan opvangen, opdat ze dus kunnen kopen met die beschadigingen die ze hebben opgelopen om toch de organisatie goed te dienen. En precies daar komt er is de hulp of de behoefte van een geestelijke verzorger daar aanwezig. En in uw 25-jarige loopbaan bij het leger, hoe is de leiding omgegaan met het geestelijk werk? Nou, toen ik in het leger kwam was het helemaal, ik ben heel warm binnengehaald door de leiding toen. Het was trouwens de leiding die mij heeft benaderd, in de persoon van de toenmalige minister. En de bevelhebber die er toen was, die begreep inderdaad ook van
het belang van een geestelijke verzorgende organisatie. Dus over het algemeen ging men dus er goed mee om. Maar eigenlijk heeft het belang inzien van geestelijke verzorging te maken met mensen die ook een band hebben met de Hemelse Vader, die geloven, die ook bezig zijn met religie en met de kerk, etc. En dus dan ga je commandanten hebben die dat niet zo goed inzien, die geestelijke echt zo zien van, ach, kom even snel je ding doen. De core business is military, is operation en dat soort zaken. En dan kan men dus niet echt zo het belang inzien van die geestelijke verzorgbeelden in de organisatie. En dat is natuurlijk heel erg jammer, omdat die militair die begeleiding nodig heeft. En die militair laat dat ook zien als je met hem in gesprek bent. Die militair die komt ook naar je wanneer die een noodsituatie, wanneer de dienst hem of haar niet geeft wat hij nodig heeft, wanneer hij gefrustreerd is en ga zo maar door. Die zal altijd naar je toe komen. Dus het belang is er en sommige mensen, bijna kun je zeggen, ze gedogen je als geestelijke verzorger, omdat het is opgenomen in het werk van die defensieorganisatie, dat er een geestelijke er moet zijn, maar niet dat ze echt erom zitten te springen. Mm-hmm. En dat is jammer, want dat maakt dat je militairen krijgt op een gegeven moment die met heel wat onopgeloste problemen zitten. En ik kan ervan meepraten. Na 25 jaar gediend te hebben, overal geweest te zijn, in het veld te zijn geweest met de militairen, weet ik als geen ander wat er allemaal daar binnen speelt en in binnen van die militair. Ja, u haalt net een belangrijke uitdaging aan die u heeft meegemaakt als dominee van het leger. Maar waren er ook andere uitdagingen die u bent tegengekomen? Wat uitdagingen tegengekomen binnen het leger. Een van de zaken is dus dat militairen vaak gedemotiveerd zijn. En zoals we in de gemeenschap zien, grijpen mensen vaak naar het uiterste als ze het niet meer zien zitten en plegen zelfmoord. En dat was een van de issues binnen in de organisatie waar militairen dat toch wel een paar keer hebben gedaan en ook zelf hebben gepoogd. Maar goddank was ik daar in die organisatie en die militairen die er nu rondlopen en die hulpverlening hebben gehad, die gaan nu vertellen hoe dankbaar ze zijn dat God ervoor heeft gezorgd dat er een geestelijke verzorging in de organisatie was om hen bij te staan. En mensen die dus uit het leven wilden stappen, maar na die begeleiding nu zeggen, ik ben dankbaar. Kijk wat voor een mooie leven ik achter me zou laten als ik dat had gedaan en niet was geholpen. Dus die ervaring, dat is een negatieve ervaring, niet mooi. Maar het was een uitdaging waar ik niet vooruit de weg ging. En ook wel therapie had om in ieder geval mensen die dus daaraan dachten, suïcidaal waren, om ze dus op andere gedachten te brengen. Ja, ik heb in dat kader trouwens heb ik ook een project geschreven, Nolas Ati Yepide. En de naam zegt het al, dat militairen naar een bepaald nummer konden bellen, 1 à 24 uur, om dan hulp te zoeken als ze die problemen hadden. En het was dan niet een noodlijn, maar het was mijn nummer. Mijn huisnummer en mijn cellulair nummer waarop ze me konden bereiken. En hoe is dat project gegaan? Dat project is deels uitgevoerd. Mm-hmm. Omdat, ja, zoals ik zei, daar zag je dus dat niet iedereen het belang in zag van wat je als geestelijke wil doen binnen die organisatie om je werk op zijn best mm-hmm. te kunnen doen. Dus de middelen werden niet vrijgemaakt om dat project volledig uit te voeren. Want dan zouden we wel een hulplijn hebben. Zouden we wel ook een 132 of zoiets hebben. Met een hele batterij aan mensen. Met de artsen, met psychologen, met psychiaters. Die dus dan, zeg maar, het is een soort emergency project. Het project is er nog. Ik hoop het ooit eens uit te voeren. Kennelijk niet volledig binnen in het Nationaal Leger. Maar in de Surinaamse gemeenschap, waardoor die militair ook nog daar zelfs gebruik van had kunnen maken. Dat ik vanuit mijn bediening, want ik ga met pensioen, ik ben met pensioen, ik ben in een kerk. En vanuit die kerk kan ik die bediening opstarten en available stellen voor de totale Surinaamse gemeenschap. Ja, u bent geestelijke leider, maar u bent ook mens. Dus hoe heeft uw geloof u geholpen bij het werk in het leger?
Ik ben als gelovige, als een geestelijke leider daar gegaan. Dus dat was mijn strohalm. Dat is wat mij heeft geholpen. Mijn band met de Heere God en wetende dat bij God alles mogelijk is. En wanneer mensen de richting wijzen van dat, om naar de Heere God te gaan, dat de Heere ze zou kunnen helpen. Ja. Dus als ik geen geloof had, kon ik het ook niet doorgeven aan de mensen met wie ik bezig was. Inderdaad. En heeft u ooit een moment meegemaakt waarop uw geloof op de proef werd gesteld binnen het leger? Oh ja, dat heb je dus ook daarbuiten en alles. Nou, wanneer commandanten je soms dingen zouden vragen of dingen zouden doen met militairen waarvan je denkt van, oh, dit kan niet door de bugel. En je gaat dan met ze praten en ze je dan op een gegeven moment willen zeggen, luister nou, ik heb het hier voor het zeggen. En u bent daar wel dominee, maar ik heb het hier voor het zeggen. En dat is dan heel erg jammer. En dan denk je van, samen doe je naar organisatie. Dus je hebt naar zo'n amang, denk je. Maar dan krijg je weer je inspiratie aan de andere kant. Van, hallo, je bent niet er voor de commandant. Je bent er voor de militairen. En wat ik zeg, de militairen, die vinden het heel, heel erg belangrijk dat die geestelijke verzorger aanwezig is. En daarom kwamen ze ook naar de kerkdiensten, naar de bidstonden die daar georganiseerd werden, om hun geloof ook te poweren. En bij het begeleiden van de militairen, de actieve militairen, die bijvoorbeeld met heel wat zaten, wat was uw belangrijkste Bijbelvers die u meegaf? Iets waaruit ze inspiratie uit konden putten? Nou, het belangrijkste Bijbelvers, ik weet niet of het een belangrijkste, allemaal zijn even belangrijk. Dus de inspiratie die je dan krijgt op een gegeven moment. Kijk, als ik zeg nolas atiepide bijvoorbeeld, dan zegt bijvoorbeeld een tekst in Matthäus, zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat is een tekst die vaker inderdaad gebruikt zou worden van, luister, je kunt die hulp krijgen van de Heer. En je moest dat doen. Want ik kan je zeggen, we kijken nu naar onze militairen en ik wil dat dus expliciet aangeven, het zijn bijzondere burgers die ondergewaardeerd worden in deze gemeenschap. Omdat ik in andere landen bezig ben geweest, waar ik ook heb gezien dat ze militairen en met name het geestelijk werk waarderen, dat ze, ik ben zelfs gedecoreerd door het Amerikaans leger, Military Achievement, voor wat ik allemaal betekent ook voor het leger in de Verenigde Staten. En je denkt van, oh, die weten het belang daarvan, et cetera. We hadden het over die tekst nog. Mm-hmm. Ja, en ja, dat ik zeg van, ze moeten die waardering krijgen. Omdat de overheid deze mensen in dienst heeft genomen, de militair in dienst heeft genomen. Hem, haar, want er zijn ook vrouwen, omgevormd heeft van burger naar militair. Om verder te gaan waar de gewone burger niet door kan gaan, waar niemand anders door kan gaan, maar waar die militairen zo hard wordt gemaakt om op een gegeven moment besluit te nemen of dingen te doen die voor ons, die onze veiligheid garanderen. Dat je deze mensen goed moet waarderen. Niet dat ze op een gegeven moment gedemotiveerd raken. En ik kan u zeggen, ik ben in het veld met de militairen. Er zijn misschien wel gemotiveerde militairen, maar dan is het niet intrinsiek, dan is het extrinsiek. Intrinsiek zou van binnen moeten komen en dat is er niet, zoals er bij een heleboel mensen natuurlijk ook in onze gemeenschap. Maar die man is gemotiveerd omdat er rechtelijke maatregelen getroffen kunnen worden tegen hem, maar zij is niet zo willen doen. Dus die motivatie die daar is, wat heeft men doen, dus moet je zo'n straf voelen, toch? Maar de man heeft een gezin. De vrouw heeft een gezin en ze moeten voor hun kinderen zorgen, et cetera. Maar de financiële waardering is, ja, het is niet wat het wezen moet, waardoor, en dat is mijn zorg, waardoor militairen 2 en 3 banen moeten op nahouden. En bij sommigen is het zo erg, op dit moment zelf, ik praat nu nog, ik ben met pensioen en ik laat ze niet los. Je hebt vrouwelijke militairen die bijvoorbeeld tot 7 uur werken. Ze hebben kinderen, 2, 3, 4 kinderen, tot 3 uur werken. 7 uur 's avonds gaan ze naar een job. Gaan 7 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens gaan ze daar werken. Om dan om 7 uur 's morgens weer bij Defensie te zijn. De mensen verliezen hun focus. En die overheid moet ervoor zorgen dat die focus er blijft. Want ze doen, op
dit, want die veiligheid voor ons is zo belangrijk. En veiligheid is duur. Toch? Duur bedrag voor veiligheid. Dus wanneer wil dat die militair gefocust is en blijft, geef hem wat die toekomt om daadwerkelijk op de juiste wijze en gefocust en intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd te zijn om zijn werk of haar werk te doen voor de Surinaamse gemeenschap. Denkt u dat de geestelijke begeleiding binnen het leger opgekrikt moet worden nu u met pensioen bent gegaan? Oh ja, het moet opgekrikt worden. Eigenlijk ben ik met een zorg gestopt. Een zorg waardoor ik dus ook heb aangegeven aan de mensen van dominees gaan eigenlijk niet met pensioen. Maar overheid, van over het overheid moet je tot je 60ste werken en dan ga je met pensioen, et cetera. Ik heb een jaar verlenging gehad en ja, dat jaar is dus nu voorbij. En mijn zorg is, ik heb niet overgedragen aan iemand. Dus er is een vacuüm nu. Ik weet niet precies hoe daarmee wordt omgaan. Je hoort hier en daar dingen, maar officieel is mij niet gezegd. En ik zou op mijn pensioendag eigenlijk moeten zeggen, hey, deze man, trouwens dat was ook de afspraak hoor, dat voor ik zou vertrekken, dat is de afspraak die ik heb gemaakt met de leiding, voor ik zou vertrekken dat er een geestelijke zou zijn die ik zou inwerken. Want je kan niet iemand gewoon daar gooien in de rivier gooien en zeggen, ga zwemmen. Door. Je moet weten waar je moet beginnen, je moet weten waar het inhoudt en degene die de nieuwkomer moet helpen, dat is degene die eruit gaat. Toch? En, dus dat is mijn zorg. En die opkrikking van die geestelijke verzorging moet komen in de zin van dat iedere commandant, iedere leider in die defensieorganisatie, zij het de minister, zij het de directeur, zij het de bevelhebber, krijgsmachtdeelcommandanten, dat ze het belang daarvan weten. En een voorbeeld geven. Ik ben in Amerika geweest. En ik vroeg die commandant in Amerika, een generaal, die is dan veel hoger dan kolonel, zoals onze bevelhebber hier een kolonel is. En ik zeg van, wat is de plek van de militair binnen u, van de geestelijke verzorger binnen uw organisatie? En we stappen van zijn bureau, we gaan in zijn gang staan en ik zie een heleboel deuren, met name van functionarissen, verschillende functionarissen, bataljons, commandant enzovoort, sportman en geestelijke verzorger, etc. En hij vraagt me, wat valt je op? En ik kijk en ik zeg, oh, uw stafleden die zitten hier gewoon in de gang. En hij zei, ja, maar kijk goed. Maar ik wist niet waar hij op doelde. En hij zegt, kijk hier tegenover mijn deur. Chaplain. De chaplain is precies tegenover de deur van de commandant. En de commandant zegt, ik geloof dat de chaplain degene is, de geestelijke verzorger, degene is die goede militairen voor mij moet maken. En als ik weet dat dat gegarandeerd is, dan pas komt mijn bataljonscommandant in. Want dan heeft die goed gemotiveerde mensen in balans, geestelijk in balans, militairen, om dat werk te doen. Want het werk van een militair is niet gemakkelijk. Dat is de rol van die geestelijke verzorging. Buiten, en niet alleen in Amerika, ik ben ook naar landen als Korea, Brazilië, Nederland enzovoort geweest. De mensen zien het belang ervan in. En in tegenstelling tot hier, dat er is onwetendheid over, zeg maar, die geestelijke verzorging. Men moet dus anders gaan denken over de geestelijke verzorging. Als een militair die daar voor de pastorale zorg moet zorgen, voor alle militairen om ze goede vorming te geven. Daarom is het ook zo dat je vanaf het begin, vanaf zelf de elementaire opleiding op Sanderij komen, dat je daar ook aanwezig bent om te starten met die vorming. En ook bevelhebbers hebben die vorming van mij gekregen. Ja. Zijn er anderen, dus samen met u, andere geestelijke leiders, misschien van andere denominaties of andere geloofovertuigingen geweest, binnen de tijd dat u heeft gediend binnen het leger? Ja, kijk, de wet zegt dat, kijk, we geloven in godsdienstvrijheid. En de wet zegt dat iedere godsdienst eigenlijk een afgevaardigde, een geestelijke verzorger daar binnen moet hebben. Omdat het leger een weerspiegeling is van de Surinaamse gemeenschap. Heb je moslims, je hebt hindoe, je hebt christenen. Je hebt allerlei geloven. Er was een minister ook die tegen me zei van, dominee, ik denk dat we Winti geloof ook naar binnen moeten brengen. Want er zijn ook mensen hier die in Winti geloven. Toch? Maar die wet zegt,
dat al die denominaties, dus die religieën dan, want denominaties die vallen eigenlijk onder een gemeente, een kerk, die kerkgemeenschap, die verschillende kerkgemeenschappen, ja. En dus we hebben op het moment een Mulvi, die ik dus daar achterlaat. We hebben een part-time Hindoe priester, die is dus geen militair. De Mulvi is wel gemilitariseerd. En je moet gemilitariseerd zijn, wil je de militair begrijpen. Je moet een cultuur kennen, dus daarom is het heel erg belangrijk dat je gemilitariseerd wordt om goed bezig te zijn met de militairen. Dus er moeten meerdere, omdat het werk voor één man, toch? Ik bedoel, ik heb de statistieken niet van hoeveel christenen daar in die organisatie zijn. Maar je bent er in eerste instantie voor degene die tot wiens verbeelding je kan praten vanuit hun geloof. En ik praat tot de verbeelding van christenen die in de Heer Jezus Christus geloven en naar de Heer God willen komen. En de moslim leider de Mulvi, die praat tot hun verbeelding vanuit de Koran enzovoort enzovoort. Dus er moeten meerdere zijn. En daarnaast ben je dus ook nog geestelijke verzorger voor alle militairen. Je kan niet zeggen van, ah, you know Muslim, je hebt nu een nood. Ik zeg, go naar Mulvi. En de Mulvi is misschien naar een detachering, et cetera. Dan moet ik de eerste opvang doen. En omgekeerd moet de Mulvi ook de eerste opvang doen. Maar er moet nog meer gedaan worden en die erkenning moet er komen. En dan gaat men ook merken dat die geestelijke verzorging een zodanige bijdrage gaat leveren waar de militairen intrinsiek, extrinsiek gemotiveerd zullen zijn en het werk naar behoren zullen doen. Naast, en ik blijf het stressen, naast natuurlijk die waardering, de financiële waardering, om goed voor hun gezinnen te zorgen en gefocust te blijven op hun purpose, gefocust te blijven op hun roeping om die Surinaamse gemeenschap te dienen. Ja, u heeft eerder aangegeven dat u niet heeft overgedragen aan iemand die dus het werk dat u deed zou overnemen. Maar als u een advies zou kunnen uitbrengen aan degene die dus in uw voetsporen zou treden, wat zou dat advies zijn? Nou, het advies zou zijn, je moet in gesprek gaan met die persoon, zonder meer. Ik zou zeggen, spring niet erin, gewoon zo. Want anders ga je ook een geestelijke verzorger nodig hebben om te kunnen functioneren binnen de organisatie. Yes. Oké, en als we kijken naar uw toekomstplannen, dominee Stuart, wat zijn uw plannen voor na uw pensioen? U bent al vorige weekend bent u afgetreden. Wat gaat u nu doen? Nou, je zit hier in deze plek op een gegeven moment. En dat was een bevelhebber, was een minister die begreep hoe belangrijk het werk is. Je hebt militairen, ze hebben een ego, ze zijn mannen en ze willen altijd als sterke mensen voor de dag komen. Maar het is niet gemakkelijk voor een militair om gewoon, hij wil bij je komen, maar die andere militair moet niet zien. Toch? En de bevelhebber toen, met de bevelhebber gesproken, en aangegeven, kijk, vaker moet ik militairen buiten de kazerne brengen, want ze hebben een nood. Maar mensen zien ze wel binnenkomen, wat ik daar in mijn haar mee dominee. Wat ik samen zei, is wakker jongen, ik ga dominee. En dus dat soort zaken gebeurde. En er is dus toen geformaliseerd dat ik hier in mijn kerk militairen ontvang. Soldaten, corporaal, van de laagste tot de hoogste. En ze kwamen er allemaal. Manschappen, onderofficieren, officieren, subalterne officieren, hoge officieren, die kennen dit kantoor. De counselingskamer is hiernaast. En hier heb ik dus heel veel van die mensen begeleid. Om die vraag te beantwoorden, ik ga mijn pensioen, maar mijn werk als geestelijke gaat gewoon hierdoor in deze, vanuit deze kerk. Ik blijf de Surinaamse gemeenschap dienen als geestelijke, wat ik al meer dan 30 jaar doe. Ik heb 35 jaar gewerkt bij het leger, maar ik was daar vooral geestelijke. En ik heb een familiebedrijf, waar we dus ook dingen doen met betrekking tot veiligheid. En we zijn bezig met een retraite center, waar ik door wil gaan met het vormen van mensen, omdat dat mijn core business is. Dus
Nogmaals, geestelijken gaan niet met pensioen. Er is op een gegeven moment wel een moment dat je zegt van oké, en Noah Sari. Dan gebruiken wij een mooie term daar, zo we worden emeritus. Het is dan een geestelijke die daar niet meer werkt. Maar we blijven altijd hier en daar een preekje doen, een begrafenis, mensen bemoedigen, mensen ontvangen voor een counseling. En mijn specialisme is counseling. Dus ik blijf dat gewoon doen. U stapt na 25 jaar uit de defensieorganisatie. Gaat u met een gerust hart uit de organisatie? Zoals ik al zei, er is een zorg. En die zorg is, zorgen jullie goed voor onze militairen. Ik heb ze begeleid. Ik heb gezien wat er in hun hart omgaat. En ik hoop dat leiders binnen de organisatie luisteren. Vanaf de opperbevelhebber, de minister, de bevelhebber, commandanten. Zorg goed voor de mensen. Geef ze wat ze van nodig hebben. En zodat ze gefocust mogen blijven. En ik zal een lans blijven breken. Ze horen een behoorlijke salaris te hebben om gefocust te blijven op hun taak, op hun roeping in de Surinaamse gemeenschap. Voor om ons zijn ze bereid, om onze veiligheid, om onze vrede, om die rust te garanderen in de organisatie, hebben ze zich opgegeven, brengen ze offers. En ook al moet het zijn het ultieme offer. En ik heb dat gemerkt, en ik weet het, er zijn zoveel, dat ze behoorlijk beschadigd zijn. Door opdrachten die ze krijgen, door dingen die ze moeten doen in de dienst. Met name die binnenlandse oorlog heeft een heleboel beschadigde militairen achtergelaten. Maar ook dat commandanten ze niet kleineren of noem maar op. Geef de man wat hij nodig heeft. Dan, wanneer ik dat soort dingen merk. Ik ben in het leger een soort vakbond ombudsman geweest. Waarbij ik zelfs ook vaker dingen bewerkstellig heb gekregen bij ministers. Van minister, kijk, daar moet naar gekeken worden. Bij een bevelhebber die dan zegt van dominee heeft gelijk. En dat je dan een toelage bijvoorbeeld zou dan verhoogd worden, zou aangepast worden. Of de man zijn veiligheid wat qua kleding betreft, PSU en noem maar op. Dat die zaken werden aangepast. Maar natuurlijk, ik ben geen bond. Ik ben een geestelijke verzorger die de nood van de militair, de geestelijke behoefte van de militair moet lenigen. Maar ik was niet alleen geestelijk bezig. Ik was ook met materiële dingen bezig. En ik heb in mijn carrière, dat heb ik eerder niet gezegd, heb ik een fonds, een steunfonds Defensie opgericht. Waarbij door de toenmalige opperbevelhebber geld is gestopt in de stichting. Zodat militairen kleine leningen konden nemen. Want ik kan je zeggen, de geldschieter in Nakondre, ja zo. Die was een beetje chier demboy. Ik heb ook vaker met geldschieters gesproken om regelingen te treffen. Om jongens te halen uit moeilijke situaties waarin ze zich hadden gezet. Ja, just vanwege het feit dat ze niet goed worden gewaardeerd. Dat ze hier en daar moeten lenen. Soms zei ik, boy, ik heb het gevoel dat mijn militairen bedelaars zijn geworden. En militairen juist een man die met opgeheven hoofd moet lopen. Ja, als je in zijn uniform is opgeheven hoofd moet lopen om te laten zien van hey, you can depend on me. Kijk maar hier, ik ben in het uniform en Suriname, burgers, jullie kunnen op mij rekenen, toch? En wanneer die zorg door de overheid prioriteit gaat genieten, ook, moet gewoon, je hebt geen enkele andere keuze. Denk ik dat, ja, de zorg weggehaald zou worden waarmee ik deze organisatie verlaten. En ook nog natuurlijk de opvolging. Want je wil dat die zorg wel doorgaat. Omdat je ervan bewust bent en doordrongen bent dat de militair die geestelijke zorg nodig heeft. En die andere zorg is dat commandanten. Nee, maar dan denk ik dat Juna Domini, dus eigenlijk ja, nou echte Ligerema. Met weer een uniform, met doen EAO. Op de geestelijke, en dan gaat het niet om mij, de geestelijke is een militair en kijk door een militaire bril naar militair om militaire cultuur en zo te begrijpen. En dat commandanten moeten weten van die militair heeft die God nodig, heeft de hemelse vader nodig en je moet hem die ruimte geven. Vandaar, niet zomaar voorziet de overheid in een geestelijke verzorger in een militaire organisatie. Toch? Minister van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toch geen dominee. Ministerie van Arbeid heeft geen dominee. Omdat de dynamics die plaatsvinden bij die ministeries niet hetzelfde zijn als wat er plaatsvindt binnen in die militaire organisatie. Dus geef
na mij. Take it serious. De geestelijke verzorger binnen de organisatie. Ze zijn juist een ondersteuning voor jou als commandant om beter, een betere militair te hebben die gemotiveerd is om het werk te doen. Oké, en u heeft zoveel gesproken over de geestelijke begeleiding die u heeft gegeven, wat mensen eigenlijk een beetje van u hebben kunnen leren. Maar wat heeft u geleerd in die 25 jaar? Wat neemt u mee naar uw pensioen? Wat ik meeneem is, is misschien wel eigenlijk een hobby, toch? Een hobby in de zin van wat er omgaat in die mensen, hun leven en hoe ze ermee omgaan. En, maar wat ik weet is dat er militairen zijn die ondanks de problemen en de noden die er zijn, op hun beide benen blijven staan. Ik zie ook wel gemotiveerde mensen die een band hebben met God. Ik zie mooie dingen bij die militair die een gezinsman is en geen grappen maakt met zijn vrouw en zijn kinderen. Als mensen plegen te denken dat militairen macho mensen zijn en alleen maar rommel doen. Ik kan u zeggen, militairen zijn, wanneer ze het doen, zoals ze omgevormd zijn, dan zijn het gedisciplineerde mensen met een loving en caring hart voor de burgers, voor de natuur, voor dit land en ook willen dat zaken beter gaan. En is er nog iets dat u graag zou willen bereiken? Bereiken? Binnen die organisatie? Nee, dus nu nog in uw persoonlijk leven? Nou, in mijn persoonlijk leven, ik ben bezig en je zou kunnen zeggen, additioneel op de succesverhalen van mensen die ik heb begeleid binnen het leger, die ik heb begeleid in de Surinaamse gemeenschap, dat ik nog meer mag bereiken om meerdere mensen te bereiken met het evangelie, meerdere mensen te wijzen op de liefde van God, zodat mensen hun leven ten positieve veranderd kunnen worden. Dat is wat ik gewoon voor de rest van mijn leven verder wil bereiken. Gewoon elaboreren en beter worden in dat wat ik heb gedaan de afgelopen tijden. Er zijn een heleboel jaren, maar er zijn ook nieuwe tijden die aanbreken. De tijd waarin ik dominee ben geworden en de tijd waarin we nu leven met de uitdagingen, die verschillen helemaal. Dus ja, dat ik scherp en alert blijf om met, niet met zeg maar een 14e eeuwse of 4e eeuwse bril te kijken naar die gemeenschap van vandaag. Ja, die Bijbel heeft God aan ons gegeven toen. Voor Christus hebben we die Bijbel, ja, en het is allemaal geschreven, maar we leven in de 21ste eeuw. En dat ik kan blijven kijken met de 21ste eeuwse bril naar die gemeenschap en die Bijbel als zodanig ook kan vertalen voor die gemeenschap, dat ze kunnen horen van God speaks to us all the time, all the way. Ja. En tenslotte, heeft u misschien nog een boodschap aan de gemeenschap of misschien aan de manschappen binnen het leger? Nou, de manschappen binnen het leger zeggen, kijk, er is een basis gelegd en de basis is, ik heb ook een Bijbel laten drukken, Zuid-Korea, speciaal voor onze militairen met het logo van de geestelijke verzorging. Dus het is een product ook dat ik heb gerealiseerd binnen de organisatie. We hebben zo een testament, zo'n bron gehad waar je alle kracht uit kan putten. Ga er steeds weer naartoe wanneer je het moeilijk hebt. En ik heb het niet alleen maar aan christenen gegeven. Ik heb het aan alle militairen gegeven die ik een stukje begeleiding heb gegeven. Of die in training kwamen. Ga terug naar die Bijbel omdat je hierin een heleboel dingen gaat vinden. Over de schepper, de God van hemel en aarde die jou en mij, die ons allemaal heeft gemaakt. En het werk, jullie weten het. Dus zet het niet aan de kant. Dit heb ik achtergelaten. En ik ben dankbaar dat ik jullie een pracht van een resource heb kunnen meegeven. Houd daaraan vast. En laat je niet ontmoedigen. Ook niet door een commandant, bij wijze van spreken. Verder wil ik jullie bedanken dat jullie mij de ruimte hebben gegeven om in je leven te komen. Om bij hoogtepunten, bij dankdiensten, bij huwelijken, bij verjaardagen, etc. Ik was er altijd en ik heb bemoedigd. Maar dat was niet wat mij bewoog. Wat mij beweegt is dat ik ook kon zijn in de dieptepunten van jullie leven.
bij uitvaarten, bij mensen die stierven, bij mensen die ziek waren, mensen die helemaal verward waren door drugs, mensen die we terug hebben gebracht, jullie allemaal. Dat zijn zeg maar de dingen die jullie me die ruimte geven om daarbij te zijn, om zaken in ieder geval ten positieve te keren. En met God is het gelukt met heel veel van jullie. En nogmaals, dankjewel dat je me de ruimte hebt gegeven om lege predikant te zijn van jullie allemaal. Ik dank ook de Surinaamse gemeenschap, want ook mensen daarbuiten, de christelijke kerk, op wie andere denominaties, op wie ik een beroep deed, want ik kon het werk niet alleen doen. Dan zou ik een andere kerk bellen en zeggen, kijk, ik heb hier een gemeentelid van je, dat is een probleem. Kan jij verder werken met deze man? Ja, dus ook die gemeentes bedank ik die mij hebben ondersteund in mijn werk. En de leiding van het leger waar die mij hebben ondersteund, die bedank ik ook. Waar ze me niet hebben ondersteund, ik bedank jullie ook. Omdat jullie me niet hebben ondersteund. Omdat dat me sterker heeft gemaakt om nog andere manieren te vinden om toch de militair te bereiken. Nogmaals, iedereen bedankt voor de ondersteuning. I was happy to serve. And I will continue to serve. Ik blijf surfen. Blijf dienen. Jullie allemaal, de totale Surinaamse gemeenschap. Dank u wel, dominee Stewart. Alsjeblieft. Zo kijkers, dat was het voor deze aflevering van In Gesprek Met. De woorden van dominee Stewart zijn duidelijk. Hij pleit niet alleen voor de erkenning van geestelijke leiders binnen de organisatie, maar ook voor een betere waardering voor de manschappen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.